We staan hier vlak bij de Polderhorstermeer. En we zijn bezig met een survey. We zijn bezig om een gebied in te vliegen met een speciaal, heel innovatief meetsysteem. Het is een grote hoepel. En omdat die hoepel zo groot is en we een heel groot gebied willen inmeten, gebruiken we een helikopter. En dat doen we samen met de firma Skytem. En dat is een firma die komt uit Denemarken. En die zijn gespecialiseerd in dit soort geofysische metingen. Met een geofysische meting kan je in de ondergrond kijken. In die hoepel zit een grote elektriciteitskabel. En in het midden staat daar een generator. Heel brandstof, daar wordt stroom mee opgewekt. Die stroom gaat door die hoepel. En dat wekt een elektromagnetisch veld op. En dat elektromagnetische veld, dat gaat de grond in. Dan wordt plotseling de stroom stopgezet. En diezelfde hoepel die meet dan hoe dat elektromagnetisch veld uitdooft. En het is afhankelijk van de opbouw van de ondergrond hoe dat veld uitdooft. Op basis daarvan krijgen wij een beeld van de opbouw van de ondergrond. Tot ongeveer 150 meter diep. Waar zit het zand? Waar zitten de kleilagen? Waar zit het zoetgrondwater en waar zit het brakgrondwater? Het waterschap Amstelgooi-Vecht is al een aantal jaren bezig hier in de Horstermeer een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het zoute water hier op te vangen en dat te verwerken tot zoetwater. Voor het waterschap is dat ontzettend belangrijk, omdat daarmee de zoute kwel wordt tegengehouden en er dus minder zoetwater naar dit gebied hoeft te worden gestuurd. Dit hele project, dat doen we samen met de gemeente Amsterdam voor het drinkwater en het waterschap. Voor ons gaat het om het watersysteem wat we goed willen hebben en de waterkwaliteit die we willen verbeteren. Voor de gemeente Amsterdam gaat het om een nieuwe drinkwaterbron die ze op deze manier zouden kunnen krijgen. En dat wil dus ook zeggen dat we daarvoor samenwerken met het Delta-programma Zoetwater en ook de provincie Noord-Holland. We zijn natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar van wat de gevolgen zijn van die helikoptervlucht zo vlak over de bodem en wat dat voor de ecologie betekent, met name voor de vogels. Vandaar dat we dus mensen in het veld hebben staan die daar onderzoek naar doen. Ja, we houden rekening met natuur tijdens het vliegen. Dat doen we omdat we boven Natura 2000 gebieden vliegen. En we kijken dus tijdens het vliegen wat dat doet met vogels. We blijven daar nog een uurtje staan als de helikopter over is geweest. Om te kijken hoe lang het duurt voordat ze terugkomen. Omdat we willen weten wat het effect is op vogels voor volgende vluchten.